Hoi, wat leuk dat je weer een video komt kijken bij mij vandaag. Ik heb van MGA Entertainment de Poopsie Surprise Unicorn gekregen. Dat is dus een unicorn en slijm in één pakket. Er zijn twee kleuren pakketten te koop, wit en dan heb je twee andere unicorns die je uit zou kunnen pakken en ik heb paars. Ik heb dus of Dazzle Darling of ik heb Whoopsie Doodle. Nou, dat wordt dus heel spannend. Laten we beginnen met het uitpakken. Hierboven zie ik een pijl, dus daar moeten we blijkbaar beginnen. Kijk. En dan gaan we dus zo verder draaien om het helemaal uit te pakken. Nou, dit is wel heel erg leuk. Een leuke wijze van uitpakken dit. Oh, kijk, de binnenkant zie je dus ook een leuk plaatje. Ik lees hier 20 Magic Surprises. Nou, oh, kijk, hier hebben we alvast één. Nou, heel leuk. Oh, kijk dan. Dit is wel heel erg cool. Zo gaan we door en komen we dus alle surprises tegen in van deze unicorn surprise. Ah, kijk, wat gaaf. Dit hebben ze wel echt heel erg leuk bedacht. Dit ziet er ook wel echt heel erg leuk uit. Dus als je dus dit met bijvoorbeeld twee personen krijgt, is het wel heel erg leuk om zo samen uit te pakken. En zo heb ik hem helemaal uitgepakt. Nu heb ik eigenlijk een slinger vol met verrassingen om uit te pakken. Nou, dat is wel leuk. Ik ga dan nu... Oh, hier zit er eentje los. Ik ga dan nu even kijken welke unicorn ik heb. Daar gaat die. Da, 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 da. Zo... Ik heb Whoopsie Doodle. Ik zie dat ik het fout zei in het begin van de video. Ik had het net een beetje verkeerd om. Ik ga Whoopsie Doodle er helemaal uithalen. En dit is mijn Whoopsie Doodle. Nou, ze is wel heel erg stoer zo te zien. Ze heeft een zilveren glitter eenhoorn. Haar haar is echt heel mooi stoer gekleurd. En mooie zilverkleurige hoefjes. Bij het uitpakken krijg je al gelijk een voederbakje om haar te voeden, een drinkbekertje met twee strepen, eentje om haar eten te geven en eentje om haar haar flesje te geven, om het water bij aan te vullen, een tandenborstel om haar tanden te poetsen na het happen en een zilverkleurige speciale unicorn lepel die er ook echt anders uitziet dan uit de andere poepsiebakken, dus dat is wel heel erg cool. Nou, dan komt het leukste gedeelte en nog meer uitpakken. We beginnen met het eerste zakje en ik heb hier een hele stoere luier. Laten we die gelijk om gaan doen. Dat is één. Dan haar shirt. Kijk, oh, zij is echt stoer. Op haar shirt staat whatever. Nou, gauw aantrekken. Kijk dan, dat staat haar echt heel erg gaaf. Heel mooi. Nou, nu weet ze natuurlijk dat ze opgenomen wordt en ze zal bekeken worden. Dus ze wil ook de haren doen. En een... wat leuk! Een kam, een borstel. En haar borstel die vindt het wat minder leuk. Misschien is die te weinig gebruikt. Want het is echt zo'n soort donderwolk. Met een hele kleine mini unicorn zo op het hoofd. Dus dat is nog wel heel erg grappig. En kijk, na gebruik zie je dat haar borstel heel blij is. Want die wilde gewoon heel graag gebruikt worden. Ze lijkt nu ook echt op een rockstar. Met haar prachtig mooi. Wat hebben we nog meer? Een... Oh, kijk, dat is cool. Een hele mooie. Die ziet er wel heel tof uit. Deze is dus een speciale editie keychain. Die vind je dus niet in de kleine Poopsie Surprise bakjes, maar dus alleen in deze grote unicorn bakken. Heel erg mooi, echt heel erg mooi gekleurd.
Een zilveren unicorn ook, een leuk sterretje. Het is dus een bakje waarin je dus ook je slijm kan bewaren die je dus hiermee maakt. Dan moeten we ons slijm ook kunnen maken met behulp van de unicorn. Ze wil een drinkbekertje om uit te drinken. Dus wij krijgen hier een number 2 drinkbeker. Hartstikke leuk. Hierbovenop zie je ook echt een cutie face. Een hele mooie. Ook dit weer een special edition mixbeker. Waarin je dus aan de slag gaat om slijm te maken met je unicorn. We hebben onze unicorn, een special edition keychain en mixbeker. Nog 3 zakjes om uit te pakken. Zakje nummer 1, 4 unicorn shimmer. Nummer 2, 2 unicorn magic en een unicorn sparkle. En jullie weten, die zijn special edition. Die zijn heel erg zeldzaam. En in het laatste zakje zit 4 keer unicorn food. Dus we kunnen 4 keer slijm maken. Laten we slijm maken door haar eten te geven. Eerst moeten we haar aan de achterkant op de juiste stand zetten. Ze zit nu zeg maar op de wiegstand als ze al gegeten heeft. Maar ze moet dus naar die kant om gevoed te worden. Dus we drukken dit zo eerst in. En dan draaien we de knop naar haar voederkant. Om haar eten te geven moeten we haar even op de voederstand zetten. Ze staat nu zeg maar op de rocking stand. Hoe noem je dat? Als je er lekker wiegt wanneer ze al gegeten heeft. We drukken dit stukje in, zo. Dan draaien we deze knop helemaal naar links. En dan ziet het er zo uit. Dan zie je hier dus ook een streepje van de knop die wijst dan naar het eten. Ik ga een zakje unicorn shimmer in haar voerbakje doen. Dan ga ik haar eten geven met het lepeltje. Ik ga dus steeds lepeltje voor lepeltje naar binnen scheppen. Ik druk het helemaal in haar mond. Wow, valt ze. Helemaal tot aan achteren. En dan lepeltje eruit. Volgens mij heb ik mijn lepeltje gedraaid. Zo, lepeltje eruit. Ze eet mijn lepel op. Ze wil mijn lepel niet meer teruggeven. Nou, dat ging helemaal niet handig. Proberen we nog een keer. Lepeltje. Lepeltje naar binnen. Naar achteren drukken. Dan hoor je klik. En dan ga ik proberen zonder hem te draaien zoals ik net deed. Even goed kijken. Ik blijf maar het lepeltje draaien. En zo. Ik moet nog wel een beetje wat meer oefenen. Ik ga haar even haar hele voerbakje geven. Ah, ik ben er al achter wat het gebeurt. Op het moment dat je het lepeltje helemaal naar achteren drukt, draait je lepeltje dus zo om. Waardoor hij dus leeggeschept wordt. En je kan hem dus niet omgedraaid uit het mondje trekken. Dus je moet hem dan weer goed draaien om het uit het mondje te halen. Dan wil ze ook nog wat water. We pakken haar speciale glaasje, zeg maar. En hier heb je dus 2 strepen. Dit is voor water geven en het bovenste streep is om slijm te maken. Nou, we beginnen met water geven. Dus ik ga het vullen tot de onderste streep. Dat is 5 milliliter. En 5 milliliter gaat in haar voederbakje. En dan ga ik dus nu weer met haar lepeltje ga ik haar weer haar water geven. Ik heb haar al het water gegeven in het bakje. Nou, dit is op zich een heel leuk stukje, vind ik. Want in dit stukje speelt je kind, hè? Dan speel je eigenlijk met je unicorn baby. Het is leuker als je haar in je armen houdt terwijl je haar voedt. En dat is dan een heel leuk stukje van het slijm maken. Dat je eigenlijk eerst even je unicorn baby verzorgt. Haar voederbakje is eigenlijk een toiletbakje. Want die gaat nu in haar toiletje om slijm dus te maken. We gaan nu slijm maken. Slijm maken doen we met unicorn food en dan water. En dan water tot de bovenste streep, 25 milliliter. Ik ga eerst unicorn food in het bakje doen. En dan water erbij. Dop erop. Ik ga nu 1 minuut schudden met mijn vinger op het rietje, zodat het er niet uit komt. Ik mag niet over de 2 minuten heen, dus ik moet nu even heel goed gaan opletten. En dan ga ik haar nu haar flesje geven. Flesje zo in haar mondje en dan knijpen in je flesje totdat ze alles heeft gedronken. Nou, dit is natuurlijk het leukst als je haar in je armen neemt. Dan ben je dus nog steeds goed voor haar aan het zorgen.
het is bij mij misgegaan. Ze is bij mij al enorm begonnen te lekken. Het begon hier al op mijn tafel te lekken. Ik denk, waarom lekt de boel toch? Ik denk wel dat ik het weet. Haar luiertje komt over haar navel. En je moet straks eigenlijk haar navel indrukken om haar te laten poepen. Dus dat is bij mij misgegaan. Haar bakje zit nu bij mij aardig vol. Ik heb even gauw het bakje er maar bij moeten pakken. Zit aardig vol. Dus dat is jammer. Dus dat betekent een van de vier pogingen is bij mij nu al misgegaan. Ik ga kijken of ik alsnog wel hier slijm van kan maken. Ik heb zo'n half uurtje gewacht, maar het is gewoon nog steeds... Even kijken of ik het zo goed kan laten zien. Het is zo nog steeds waterig. Nou, wat ik nu gedaan heb is, ik heb geroerd. En ik ga het even in een mix, in het mixbakje doen. En dan ga ik het gewoon even een half uurtje laten staan. En dan hopelijk is het daarna gelukt. We gaan eens kijken. Het heeft echt heel lang kunnen staan, want ik ben gewoon boodschappen gaan doen. Even allerlei andere dingen wat ik nog moest doen. Ja, kijk, zie, dit is inderdaad heel goed. Het is natuurlijk veel dikker nu geworden, want ik heb het veel langer laten staan. Maar dit is wel inderdaad unicorn slijm. Dus dat is wel heel erg fijn dat ik dan toch zo resultaat heb. En dat dat dan er toch nog wel leuk is geworden. En ik kan dit natuurlijk ook weer gewoon in het potje stoppen. Je kan dan dus weer gewoon met je unicorn spelen. Dan doe je dus alsof ze net op het potje is geweest. Maak je nog even wat geluiden bijvoorbeeld erbij. En dan komt er dus zo wat slijm uit het potje. Heeft ze dus unicorn slijm uitgepoept. En nog een klein beetje unicorn magic erin om de kleurtjes te zien. Ja, zoals je ziet, ik heb mijn slijm gewoon heel erg lang laten staan. Dus dan wordt het al heel erg taai. Even nog een beetje... kleuren met unicorn magic even zo boven het potje, zodat ik niet te veel ga morsen. Met unicorn magic wordt het altijd al heel gauw een kliederboel. Je moet het echt altijd boven een bordje of zo of boven een kommetje doen. Even zo lekker inkneden. Ik heb er ook al een klein beetje geurolie gedaan, maar dat is van een ander pakket. Dat zat hier niet bij, maar dan van het andere Unicorn Poopsie slijmpakket heb ik even een klein beetje olie bij gedaan om hem iets minder taai te krijgen. Gaan we dit even inkneden. En dan ziet het er zo uit. Een beetje unicorn magic, een beetje unicorn shimmer. En dan is dit wat je er dus uit krijgt. Voor de volgende keer heb ik wel 3 unicorn food zakjes over. Dus kan ik 3 keer slijm meemaken. 3 unicorn shimmer om weer eten te geven aan mijn unicorn. En nog 1 zakje unicorn magic en unicorn sparkle om mijn slijm extra mooi te maken. Die heb ik nu niet gemaakt. Gebruik die natuurlijk dan wel een ander keertje. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Dat je goed hebt kunnen laten zien wat nou de Unicorn Poopsie Surprise is. Je kan dit dus gebruiken in combinatie met de andere Unicorn Poopsie slijm bakjes. En ook de Pooey Pouton zaktas. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet niet de video een like te geven. Wil je meer zien van Poopsie Slime Surprise? Vergeet dan niet mijn kanaal te abonneren, want er komt nog meer aan. En hier zie je al mijn Poopsie Slime Surprise video's tot nu toe. Doepa doe!